ga koffiebonen eten en ik haat koffie. Let's go. Yo mensen, welkom terug bij weer een gloednieuwe video. Vandaag is het tijd om te reageren op Try Not To Laugh Challenges. Maar vandaag gaan wij met een straf doen. Zoals jullie in de titel al misschien hebben gezien. Wij gaan de straf doen. Een straf. En de straf is dat wij elke keer als we lachen, nemen wij mooie koffiebonen. En jongens, jullie denken, dit valt wel mee jongens. Ik hou totaal niet van koffie. Wel van cappuccino, maar koffie is het hem echt niet. Dat valt me niet in de keel. Moet je nagaan hoe smerig koffiebonen zijn. Ik leg ze gewoon hier netjes neer. Als wij dus een keer lachen, dan krijgen we die straf. Als jullie dit meer willen zien, vergeet niet te liken en te abonneren voor meer. We gaan proberen voor 2021 de 1,07k te aantikken. Mocht het niet lukken, dan niet. Maar weet je, we gaan het gewoon proberen. Dus laten we gewoon niet te lang treuzelen. Laten we gewoon lekker verder gaan met de video. Let's go. Oké, mensen, we zijn er. We zijn hier in de Try Not To Laugh Challenge. We gaan het gewoon lekker op het kleine schermpje houden. Gewoon niet te veel. Dus als we één keer lachen, moeten we een koffieboon. Nou, misschien wel 3, 4. Hangt er vanaf hoe hard we lachen. Oké, dat maak ik dan zelf eruit. Maar ik ben een eerlijk persoon. Dus weet je wat het is? Ik denk dat we gewoon lekker gaan beginnen. Oké, dit zijn dus een vrouw en een man. Die gaan trouwen. Wat? Wat is er gebeurd, man? Wow, dit wil ik even overnieuw zien. Kijk dit hoofd. Hij kreeg bijna een hartinfarct. Aanval. Dit nummer laat mij gewoon denken aan Cars. Als jullie de Cars niet hebben gezien, hebben jullie geen jeugd gehad. We gaan naar de volgende toe. Wat gebeurde daar? Ik weet niet eens wat er gebeurde, maar oké. De volgende. Zet de kwaliteit op zijn hoogst. Ja. Oké. Ik ben één keer aan het theater geweest. Ik heb het ook een keer gezien. Ze gingen volop op hun bek toen ze aan het theatershow waren. Het is echt insane. Het was gewoon insane. Het is echt gebeurd. No joke. Auw. Jongens, we gaan niet lachen. Wat gebeurt hier? Die gaan sowieso omvallen. Nee, maar jongens, dit telt niet, oké. Maar dat was echt per ongeluk. Dus wat wij gaan doen, jongens, ik weet niet of dat jullie dit goed kunnen zien, wacht even, kijk, ik heb hier dus de koffiebonen, zien jullie dat? Het zijn er 3. Ja, ik haat dit echt heel erg, dus ik ga dit niet lusten, maar ik ga er gewoon doorheen zien. We gaan koffiebonen eten en ik haat koffie. Let's go! Oh, dit is zo smerig. Oh, ik kan het echt niet in mijn mond houden. Oh. Dit is zo vies. Oh, dit is zo puur. Waarom doe ik dit? Mijn hele speekselverteerstelsel is aan de kloten. Oh. Oh, mam. Sorry, maar dit is echt ranzig. Oh, ik kan echt... Gadverdamme. Oké, ik moet nu dus niet meer lachen. Laten we niet meer gaan lachen. Oh. Wat doet die vrouw nou weer, joh? Ze vindt het eng. Ze vindt het eng, denk ik. We gaan door. Nee man, dat is not real. It's real. Oké, die sound effect maakte het wel wat... Oh, ik kom hier echt niet overheen. Oh, dat is zonde. Dan mag je weer jezelf aan gaan omkleden. Gast, ik wil niet lachen. Nee, wacht even. Oh, ten eerste, dat hij dan 2 keer valt met 2 keer sound effect tracks. En dan volop vliegt er iemand uit een boot. En mensen zien dat gewoon. Ja, die kijken dan toch gewoon. Dat is toch leuk? Dat is toch geniaal? Wow.
Nee. Godsamme, dit wordt echt stom. Nee. Ik heb echt geen zin om weer koffiebonen te gaan nemen. Oké, 3 was misschien iets te veel. Maar voor Jesse Gaming is 3 niet te veel. Dus we gaan er 4 nemen. Elke keer als we weer lachen, ben ik eindelijk door mijn vorige koffiebonen. Moet ik het weer doen? Dan gaan we, jongens. Oh. Oh, dat is zo vies. Oh. Ik krijg het echt niet ingeslikt. Ik krijg deze bonen niet ingeslikt. Oh, ik ga dus niet meer lachen. Ik moet niet meer lachen. Verdorie. Oh man. Nee, we gaan niet lachen. Oh. Oh mijn god, maar waarom? Je bent wel. Nee, dit laat. Nee, ik moet niet lachen. Ik zou misschien wel hebben ge. School, schelde hij nou? Oh, die doet pijn. Die doet pijn. Ja, ik kan echt. Jongens, ik ben zo. Ik moet het echt even uitspugen. Alright, we zijn weer back. We are back on track. Maar ik heb echt geen zin om nog meer koffiebonen te eten. Oh. Ik heb niet gelachen. Nee, dit gaat gewoon fout. Je bent echt. Je moet echt mazzel hebben dat het niet is gebroken. Je moet mazzel hebben dat de kast niet op je is gekomen. Want dan had je echt niet meer gelachen achteraf. Maar ik lach er nu ook niet om. Ah, dat is. Ik verslik meer in de koffieboon. Ik verslik meer in de koffieboon, jongens. Alright, we gaan door. Oh shit, man, bro. Dat lijkt me echt heel eng. Nou, kijk naar die sound effects. Die vind ik wel leuk. Ik vind het eerlijk wel, die sound effects maken het wel wat grappiger. Ja, sorry dat ik het zeg, maar misschien ben je ietsjes te dik. Of ietsjes niet glad genoeg. Oh shit. Zo. Wacht, dat wil ik opnieuw zien. Dit is oneerlijk. Nee, ik heb gelachen. Maar nee, ik heb geen zin om nog meer koffiebonen te nemen. Nee, we zijn nog niet eens op de helft van de video. Ik ga gewoon bijna de video afsluiten. Oh, godverdamme. We gaan er heel even iets minderen. We gaan er even 2 van maken. Want ik vind het echt ranzig. Hier gaan we. Hier. Oh man, daar gaan we weer, jongen. Koffiebonen, man. Echt smerig. Echt smerig. Oh, ik ga hier bijna van overgeven. Ik ga proberen alles ervoor te doen om niet te lachen. Maar dit vind ik echt zo vies. Dit vind ik zo ranzig, hè. Laten we gewoon gelijk doorgaan. Het lijkt wel alsof die guy een snor heeft. Oh, Jesus. Handig. Jongens, W is in het Engels natuurlijk W. Hij schrok zich echt dood. Oh, dit gaat sowieso leuk worden. Nou, dit is schattig.
Dit is gewoon schattig. Kijk dan. Ah. Ja. Oh. Oh, een gevecht. Een echt gevecht. Nee, jammer. Oké. Oh, nee, niet lachen. Niet lachen. Ik vind het gewoon geniaal. Ik vind dit soort dingen vind ik gewoon geniaal om te zien. No joke, ik vind het... Oké, ja. Holy shit. Oh! Oké, we zien hier een meisje op een springstok en ze gaat balanceren en dat gaat natuurlijk 100% fout. Die kwam hard uit de glijbaan. Hé, hey, dat zijn kersten. Dat is een beetje de kerst, weet je wel. We zijn nu een beetje in die kersttijden van het jaar. Heb je nog niet geabonneerd? Zijn jullie hier naartoe gespoeld? Abonneer. Nee, grapje. Ik ga jullie niet erom vragen. Doe gewoon. Nee. Ik ga jullie niet erom vragen. Ik zal ermee stoppen, jongens. Het spijt me. Het spijt me. Oh, mijn god. Oh, nee, dat is geen lach. Ik dacht echt meer zo van... Holy, you are the worst dad ever. Oh mijn god, dat is best wel erg eigenlijk. Dat is, oh shit. Die vader die, of die denkt echt van... Ja, weet je wat? Waarom? Ja, of die vader neemt het gewoon uit als een grap. Wat ik denk ik zou denken, wat ik wel zou doen. Oké, we gaan naar de volgende. Oh, oké, dat is oprecht best knap. Oh mijn god. Het leek wel... Oh, dit is wel een hele perfecte transitie. No joke. Echt, dan val je. Kijk, je valt. En dan precies gaat hij de kaarsjes uitblazen. Oh, dit is wel schattig. Oh nee, dit is schattig. Dit is gewoon niet eens grappig. Dit is gewoon cute. Dit is wel mooi om te zien. Dit is oprecht best wel mooi om te zien. Ik bedoel, mensen die maken gewoon, ja, hoe leg je het uit? Mensen die maken gewoon zulke foutjes, weet je? Die maken gewoon... Oh, mijn god. Mag speelt ze nou piano op een hond of zo, weet je wel? Zo lijkt het meer. Oké, dit is ook best wel nice als je dit kan. En dit gaat fout. Oh, huh? Waarom keek die opeens zo bruh? Ze is aan het slapen. Oh crap. Ja, maar kijk, als je slaapt heb je helemaal niks door. En dan word je opeens wakker en dan zie je opeens een clown. Nou, weet je, die clown wil alleen maar good morning zeggen hoor. Pak het niet te serieus. Nee jongens, trouwens, ik probeer echt even niet te lachen, want dit wordt echt heel smerig. Nee. Kom op, weet je waarom ik hier zo hard om lach? Ik heb met mijn vader ook een keer die Snapchat filter gedaan. Nee. Are you kidding me? Dan moet ik nog een keer die klote koffiepop. Weet je wat we doen jongens? Ik heb een deal. Hierna gaan we wel de video afsluiten. Maar ik ga het mooi maken. We gaan alle koffiebonen die ik nog heb in mijn mond stoppen. En dan ga ik de outro zeggen. Zonder er iets van te laten merken. Dus dit zijn een stuk of 12, 13 koffiebonen. Zien jullie het? Dit is alles wat wij gaan nemen. Deze allemaal. En die gaan wij allemaal nemen. Dus daar gaan we. Nee, echt vies. Echt heel vies. Dat kan nu, ik moet het uitspugen. Oké, jongens. Ik heb mezelf hele mond gespoeld, want het was zo smerig.
Ik kon het even echt niet meer hebben. Dus jongens, ik wou in ieder geval zeggen, vonden jullie dit een leuke video? Willen jullie meer van zulke challenges zien? Vergeet dan niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Is volledig gratis. En echt waar, elke like helpt. En elke like telt ook. Hoe meer likes, hoe groter de kans. En dan zal ik zeggen, tot de volgende video dan maar weer. En laters.